Ja, en vandaag hebben we voor jullie de spannend nieuws, zoals jullie wel kunnen zien aan de titel. En dit is iets wat we echt al heel lang willen vertellen. Wij krijgen een kleintje. Ja, twee wordt papa, ik word mama. Moet ik eigenlijk zeggen. Het is nu, om precies te zijn, 3:30 s'nachts. Vrijdag 9 februari. En mijn vliezen die zijn net gebroken om ongeveer 2:30 s'nachts. En ik ging daarvoor naar het toilet. Ik heb nu nog niet zo'n heel erg last van de weeën. Het komt echt om de 4 minuten ongeveer. Maar dan lichtjes. Niet dat ik het niet kan verdragen. Maar ik ging dus naar het toilet. Nee, om 2:00 ongeveer. En toen had ik echt al hele erge krampen. Ik kon het gewoon niet plaatsen wat het was. Dus ik dacht, nou dan ga ik eventjes gewoon op het toilet zitten. En dan zie ik wel wat er gebeurt. En toen later ging ik weer terug naar bed. En toen ineens kreeg ik weer een steek. En toen dacht ik, nou goed, oké, dit zal misschien dan een wee zijn. En toen ineens braken mijn vliezen. Dus ja, het kan vandaag gebeuren. Het kan morgen gebeuren. Het kan binnen 72 uur gebeuren dat wij... ouders gaan zijn. Ik vind het zo raar. Deun is nu zijn spullen aan het inpakken, zijn laatste dingetjes bij elkaar aan het rapen. En ik heb net een banaantje gegeten, wat thee gedronken. Ik ga nog proberen even te slapen. Ik weet niet of het gaat lukken, want ik ben echt zo shaky net ook, was ik zo aan het trillen. Omdat je gewoon niet weet wat je overkomt als je voor het eerst gaat bevallen. En dan ineens breek je vlies en je kan het niet stoppen, want het stroomt gewoon letterlijk langs je benen. Het is zo raar. En ik ga natuurlijk niet filmen tijdens de bevalling, maar nu voel ik me nog oké om in ieder geval de camera erbij te pakken. Dus... spannend hè, Bobby? Steeds erger. Ze komen nu echt om de 3 minuten, soms zelfs om de 2 minuten, dat er ineens zo'n pijnlijke steek komt. En ik kan het niet omschrijven. Het is zo'n rot gevoel. En de verloskundige die komt zo deze kant op om te kijken hoeveel ontsluiting ik heb. En dan kan het of heel snel gaan of het kan nog heel lang duren dat ik hier rondloop met weeën. Maar ik heb geen idee. Volgens mij wil die kleine er gewoon zo graag uit. Want ik ben zondag pas 38 weken zwanger. En nu al begint het. Oh my god. Ik ben zo weer niet terug. Oh mijn god. En dan intussen maar even wat eten. Want ik heb echt zo'n honger. Ik ga bijna van mijn stokje. Het is 4:30. Oh my god. En jawel mensen. Het is zover. Het is nu 6:30 ochtends. En Manon ligt al op bed in de verloskamer. Ik moest even snel de auto parkeren. Want ik was illegaal voor de deur. Dus we gaan snel die kant op. Ze doet het goed. Zometeen komt de verloskundige en dan gaat het beginnen. En jullie begrijpen natuurlijk wel dat ik daarbinnen tijdens het hele proces niet ga filmen. Daarom nu. En achteraf ook weer, mocht er gelegenheid te zijn. Want als het kleiner is, dan is het natuurlijk een privé moment. Ik hoop dat jullie het kunnen waarderen. En dan laat ik jullie zometeen weten hoe we wat verder. Schatje.
opeens moeder van onze dochter Nela Novel Zandvliet. En de afgelopen dagen heb ik niet gevlogd en hebben Dwayne en ik ook eventjes stilgehouden dat ik überhaupt was bevallen. Ik heb het een paar dagen geleden wel op Instagram aangekondigd en Dwayne had ook al eerder een vlog online gezet. Maar ik wilde er nog heel eventjes mee wachten, want ik wilde wel gewoon nog genieten van de kraamweek. En de kraamweek was ook best wel zwaar, omdat er natuurlijk gewoon zoveel informatie op ons afkwam. En we moesten zoveel dingen leren om natuurlijk gewoon daarna verder te kunnen gaan zonder kraamverzorgster. Maar alles is helemaal goed gegaan. Ik heb echt heel erg genoten van de kraamweek. Vandaar dat we het ook nog eventjes stil hadden gehouden, omdat ik niet compleet overladen wilde worden met comments en dergelijke. En gewoon echt eventjes de eerste dagen wilde genieten met Dwayne en met Nela als gezinnetje. En daarbij dus de kraamweek. Dus dat is allemaal goed gegaan. Jullie hebben dus gezien dat ik 's nachts ben bevallen. Of eigenlijk 's ochtends vroeg. Het was echt een rollercoaster deze nacht die jullie net hebben gezien. Ik heb daar dus niks van gefilmd verder van de bevalling. Want ja, dat is iets wat ik echt privé wilde houden. En het ging zo snel allemaal. Het was echt een droombevalling. Ik mag zeker niet klagen. Het was echt zo bizar dat ik 3 dagen later pas besefte van oké, we zijn nu ouders geworden van Nela. Wat echt het mooiste is wat ons ooit is overkomen. En ja, we genieten er nog steeds intens van. Ze is zo onwijs lief. En ik wil ook zeker meer met jullie delen de komende tijd wat betreft de bevalling. Als jullie daar interesse in hebben. Want het ging echt bizar snel. Ik had Nela in een half uurtje persen al in mijn handen. En gewoon nog zoveel andere dingen die gebeurden die nacht wat ik graag wil vertellen. Dus als jullie een bevallingsverhaal video willen zien, laat ze dan even een comment achter hieronder. Of doe een duimpje omhoog, dan kan ik dat voor jullie gaan opnemen binnenkort. Want het lijkt me ook wel leuk om weer eventjes te bespreken met jullie, aangezien het zo kort geleden is. En het gewoon heel snel ging allemaal. Dus dat kan ik dan voor jullie doen. Maar in ieder geval de komende dagen zal ik lekker gaan genieten met mijn gezinnetje. En de volgende week, die week daarop misschien dat ik weer gewoon normaal ga beginnen met vloggen. Dus dat er dan weer normale video's online komen. Maar voor nu is het nog eventjes chillen, verlof, Dwayne is thuis. Dus dat betekent dat we lekker met z'n drietjes zijn. En ik wilde in ieder geval wel een video uploaden dat jullie in ieder geval weten dat alles goed is gegaan. Dat ik me nu op dit moment ook heel goed voel. En ik ben gewoon goed herstellende. Dus dat is allemaal top. En Nela doet het ook hartstikke goed. Ze is gezond. Ze groeit. Dus dat is ook iets waar we heel blij mee zijn. En borstvoeding en alles gaat helemaal goed. Dus laten we hopen dat het allemaal de komende tijd wat makkelijker zal gaan. Ook in de nachten. Want we hebben echt heel veel slapeloze nachten gehad. Omdat Nela gewoon niet echt een ritme heeft. Maar dat hoort er natuurlijk een klein beetje bij. En dat is ook iets waar wij heel erg aan moeten wennen. En Nela moet natuurlijk ook gewoon wennen. Want ze is 2 weken eerder gekomen. Dus ze is echt nog zo petit. En ze moet ook gewoon wat meer groeien. Dus dat zijn allemaal dingetjes wat erbij hoort. En het is gewoon iets heel bijzonders. En wij genieten er zo intens van. Want ja, het is gewoon ons dochtertje. Iets wat we zelf hebben gecreëerd. Waar we 9 maanden op hebben moeten wachten. En dat komt dan als verrassing gewoon 2 weken eerder in ons leven. En dat is echt heel bijzonder. En ik kan het nog steeds niet helemaal bevatten dat ze eerder is gekomen op 9 februari. In plaats van 25 februari. Maar ik denk dat dat de komende dagen wel tot me gaat komen. Of hoe je dat ook wil noemen. Gaat bezinken. In ieder geval, ik besef het nu echt dat ik moeder ben geworden. En dat het echt een onwijs lief kind is. Ik ben heel blij met haar. En Dwayne doet het ook hartstikke goed. Die helpt me 's nachts superveel met voeden. Zodat ik heb gekolfd en dat hij wat de baby voedt. Maar ook met verschonen en dergelijke. Dus ik ben een heel gelukkig mens op dit moment. Ik ga jullie nog wat beelden laten zien. Ik ga misschien vandaag nog het een en ander vloggen. En dan sluit ik deze vlog later af. En dan kunnen jullie binnenkort weer normale video's van mij verwachten. En dit is trouwens Nela haar plekje. Ze heeft hier een wiegje. Die heb ik volgens mij nog niet eerder laten zien in een vlog. Maar dit is zo'n hangwieg. Die zit dus vast aan het plafond. En die is van dit merk. Het heet Hush. H-U-S-S-H. En het is dus een hanging cradle die je kan ophangen. En je hebt ook nog een statief, zo'n standaard bedoel ik, waar je hem aan vast kan maken. Zodat je hem niet aan je plafond hoeft te monteren. Maar wij hebben hem dus zo hier aan vastgemaakt. En dat vindt ze heel fijn, want het bounce dus lekker op en neer. En ik denk dat jullie allemaal nog wel weten hoe groot mijn buik was voor de bevalling. En dit is hoe mijn buik nu is na de bevalling. Het enige wat ik hier over heb is echt een minuscuul vetje. Nou, dat had ik in principe voor de bevalling ook al. Maar het is gewoon helemaal plat.
zo bizar hoe dat allemaal werkt. En dat komt dus ook vooral door de borstvoeding, had ik gehoord. Want dan trekt je baarmoeder heel snel samen en dan wordt het allemaal heel snel plat. Maar ook ben ik volgens mij wel een beetje afgevallen de afgelopen dagen. Ook mijn benen die zijn wat dunner. En dat was ook voor de bevalling al zo. Dus ja, in principe ben ik volgens mij iets van 10 kilo aangekomen. Of misschien zelfs minder. 8 kilo. En dat dus tijdens de zwangerschap. En dat is er nu gewoon weer helemaal van af. Dus dat is echt heel fijn. Want dat betekent dat ik gewoon binnenkort weer lekker kan sporten. En dan hopelijk voor de zomer weer mijn oude lichaam terug heb. Maar dat lukt vast wel. En dit is trouwens hoe Nela het liefst ligt tegen ons aan. Het is zo schattig. Ze heeft dan zeg maar haar beentjes helemaal gekruist als een kikkertje. En dan maakt ze zichzelf helemaal klein. En dan wil ze het liefst zo op ons buik liggen. De hele dag. Echt zo cute dit. Oh, lekker knuffelen. En iets wat ik echt, echt, echt heel erg had gemist tijdens de zwangerschap. Ossa's. Deen heeft net ossa's gebakken. Lekker mals van binnen, kijk hier. Een beetje rood rosé. Lekker hè. Oh my god, dat heb ik echt gemist. Oké, ik ga ervan genieten jongens. En ik was deze video net aan het editen en toen zag ik dat ik hem nog niet had afgesloten. Dus dat doe ik bij deze nog even met mijn telefoon. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En doe een duimpje omhoog als jullie het ook leuk vonden om een beetje te zien hoe de eerste dagen gingen met Nela. En de komende tijd zal ik natuurlijk nog veel meer voor jullie gaan vloggen en laten weten hoe het allemaal gaat. Maar voor nu ga ik even nog lekker genieten van mijn verlof. En van de komende dagen hier met die kleine meid. En dan zien jullie mij heel snel terug in een nieuwe video.